Zijn vader was Gijs het Blokhuis. Die leefde van 1725 tot 1799 in Bunschoten. Daar was hij ook onder andere burgemeester. En hij was, heel veel landerijen bezat die man. Hij hield wel van veel, denk ik, want op een bepaald moment heeft hij ook 17 kinderen gehad. Het was ook een heel bekend iemand die schijnbaar toen al voor die tijd behoorlijk ontwikkeld was. Was Gijs met alleen burgemeester? Hij was ook landbouwer natuurlijk, want hij had ook heel veel grond en landerijen. En hij was ook boer kennelijk. En vooral in de omgeving van Bunschoten, Spakenburg en de Nijkerk, Paul Radekemeen, daar had hij heel veel gronden liggen. En hier op Slicht was onder andere de Bramengoed. Hij was dus een heel vermogend man. Ja, hij is absoluut voor die tijd een behoorlijk vermogend man geweest. Ja. Ja, dat kan niet anders. Of is het alleen maar aan bezittingen. Wie was de oudste zoon van Gijsbert? Dat was Rijkert. En daar stammen wij vanaf. Af onze tak, de oude Nijkerkse tak is dat. En die is boer geworden op Slichterhorst, op Bramengoed. Dat is een boerderij een paar honderd meter hier weg. En hij had twee zonen, Gijs en Willem. En ik stam af van Willem. En hij wilde bekendelijk voor alle twee zonen dat ze boerden. En ze zullen het ook wel gewild hebben. En toen kwam deze boerderij te koop in 1818. En die heeft hij toen gekocht voor zijn zoon. Ik ben nu de vijfde generatie vanaf de stam, van Gijsbert af. En al die afstammelingen zijn boer geworden? Van die familie zijn er heel veel boer geworden, ja. Ja, tot nu toe eigenlijk. Maar nu merk je dus wel dat er, want ik heb zelf drie zonen. En de ene is er wel boer, die heeft een varkensbedrijf. Verder voor de rest zijn ze bij mij alle kanten opgezwaaid, zou ik bijna willen zeggen. Hoewel één dochter ook met een boer getrouwd is, ja, ja. Dus ik ben eigenlijk de laatste, de Mohikaan is een beetje een groot woord, maar ja, ik ben de laatste die hier daadwerkelijk boert. Vroeger was Bloemengoed en Bramengoed in bezit van de Blokhuizen. Ja, dat was toen inderdaad in bezit van de Blokhuizen. Ja. En hoeveel grond nog meer? Nou, totaal denk ik dat het rond de 50 hectare was. Ja, voor die tijd dus best wel een behoorlijk oppervlak. Blokhuizen steeg, dat heeft te maken met het feit dat hier dus een blokhuis gewoond heeft. En je ziet, er staat Blokhuizen steeg en geen Blokhuizen weg, zou je denken van. Maar het is altijd een zandweg geweest. En het is vandaar dat in het verleden Blokhuizen steeg heette. Die Blokhuis die hier zat, die mocht tol heffen. Dus op de Blokhuizen steeg zat een tolboom. Dus iemand die er door of langs wilde, die moest tol betalen. Waarom is Bramengoed niet meer in het bezit van de Blokhuizen? Nou, op een bepaald moment was er geen opvolger meer. En toen is een dochter, die heeft het verhuurd. Ik denk ongeveer 25, 30 jaar geleden. Toen hebben ze het verkocht aan de toenmalige pachter, familie Gesje, en die boert het tot nog toe. Ja. Vind je het jammer dat het niet meer in bezit is van de Blokhuizen? Ja, wat is erg. Ik bedoel, dat is de realiteit. Op een bepaald moment moet je er ook niet dramatisch over doen. Ontwikkelingen die hou je niet tegen. En wanneer ze elders hun brood kunnen verdienen en tevredenheid, dan je hoeft niet per se boer te zijn om gelukkig te wezen, laat ik het dan misschien zo zeggen. Hoe lang ben je boer geweest? 45 jaar. Toen ik 20 jaar werd, ben ik boer geworden. En toen ik 65 was, ben ik gestopt. Dus dat is makkelijk uit te rekenen. Ja. Ja. Ben je een boer in hart en nieren? Ja, absoluut. Dat was ook de reden. Ik weet nog, toen ik naar school ging. En dan moet je op een bepaald moment beslissing nemen, natuurlijk. Je bent van de lagere school en dan moet je naar vervolgonderwijs. En mijn vader zei: wat wil je worden? Ik zeg: ik wil boer worden. Oh, dan moet je naar de landbouwschool, zei hij. Nou. Ik kan de hoofdonderwijzer en de blokkers, dat moet je nooit, want die jongen kan goed leren en dat,
dat het zo zonde zijn en al dat verhaal. Dus mijn vader, wat die man bij stond, van even zoals wil je worden. Ik zei, ik wil boer worden. Nou, hoort zelf, zei hij. En dan moet hij naar de landbouwschool, want die kan het hem beter leren dan ik. Die weet veel beter hoe het allemaal moet. Dus wat dat betreft is het toch wel een heel bewuste keuze geweest. Ja. Je woont op Bloemengoed. Hoe oud is deze boerderij? Nou, exact in de geschriften hebben we het niet terug kunnen vinden. Maar in 1959 hebben we hier de boerderij verbouwd, het achterhuis. En toen zijn er een aantal gebinten vernield. Die waren echt aan vervangen toe. En toen kwam er een bordje af van 1540. Dus toen kregen we zelf het vermoeden van dat die ongeveer vanuit die tijdperk stamt waarschijnlijk. In hoeverre ben je er trots op dat je op deze plek woont? Daar ben ik best trots op. Want ik bedoel, het zit een paar honderd jaar eigenlijk nu in de familie. En je probeert dat op een bepaald moment ook goed te onderhouden. We zijn er op onze manier best zuinig op. Het is een monument geworden ondertussen. Een gemeentelijk monument. En daar zijn we best trots op, ja. Het zijn de blokhuizen in Nijkerk rijke mensen, hè? Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Nou, ze zijn niet onbemiddeld doorgaans, wat ik ervan merk. Maar ze zijn niet allemaal rijke mensen, nee, daar weet ik zeker van niet. Hoe komt het dat ze zo rijk bemiddeld zijn, de blokhuizen? Waar ligt dat in? Nou, dat heeft misschien te maken met van vroeger, dat je voorouders op een bepaald moment bepaalde bezittingen hadden, met name grond. Ja, en grond is natuurlijk iets wat enorme waarde is gestegen, dus wat dat betreft, degene die grond hebben geïnvesteerd voor een paar uur terug, die had het goed gedaan, beter als die aandelen of misschien andere soorten dingen aangeschaft hebben. Op bijna elke boerderij staat een bakhuis, waarom is dat? Zomers is dat, is de zomer gebleven, wordt erin gewoond. En 's winters wordt het gebruikt voor het opbergen van allerlei attributen, zou ik bijna zeggen. Aardappels vroeger vooral. En dat soort dingen. En er zit ook heel vaak een oven in waarin de brood gebakken werd. Die zat hier bij ons in het bakhuis ook trouwens. Er zat ook nog, en de wc zat er ook in. Het play heette het toen nog. Ik weet nog dat we hier eerst op de play moesten. Nog even. En er zat ook nog een varkenshok in, dus er werd ook het varken gemist. Dus het afval ging erheen en wanneer die geslacht werd, dat gebeurde ook in het bakhuis. Maar heel veel boerengezinnen hadden heel veel kinderen, konden die er allemaal in, zomers dan? Jammer, dan zaten ze er alleen over, je hoofd om de tafel in hoor, ja, de stoelen. Dat werd niet zo, ze hadden niet die grote banken waar ze lekker in gingen zitten. Dat gebeurde 's winters op de Heert, hè? Daar woonden ze 's winters dan. En sliepen, dat deden ze daar natuurlijk ook afslapen, uiteraard. Wat zijn nou typische karaktereigenschappen van de blokhuizen? Vrij rechtlijnig zijn ze, ja. Ze houden van afspraak is een afspraak, geen gedoe. Ja. En zuinigheid, dat is ons ook wel erg bijgebracht, moet ik zeggen. Ja. Ja. Zolang iets nog goed is, dan moet je het niet, dan moet je het niet vervangen. Maar dat wil zeggen, in je bedrijfsontwikkeling, dan moet je wel met de tijd meegaan. En dat deden ze wel. Laat het dan, anders zou je denken van, ze leven zoals dat een zien vroeger. Dat is absoluut niet het geval.
Is de familie Blokhuis gelovig? Ze zijn protestant. Maar er is nog wel differentiatie in. Want je hebt van zeer behoudend tot vrijzinnig ongeveer. En nou, daar zit ik ongeveer tussenin. Geloof is heel belangrijk voor de familie Blokhuis. Ja, daar zijn we bij opgevoed. Dat geldt ook voor onze voorvaderen. Er zijn heel wat die ook kerkelijk in bestuur zaten, in de kerkenraden en dat soort. Ook op maatschappelijk ben ik ook jaren hek in bestuur en voorzitter geweest van de CVTB onder andere. Nou, Christelijke Boerentuindersbond. En ook in de scholen ben ik voorzitter van geweest van de Gratische School. En huisschool ook naar de commissie van beheer gezeten. Waar komt dat vandaan dat de Blokhuizen zo maatschappelijk betrokken zijn? Ja, dat weet ik niet. Het werd me ook van huis uit wel gestimuleerd. Ik vind het interessant. Ja, als er ergens iets was, of dan praat hij ook mee. Dat vond ik belangrijk. En ook in de politiek. Ja, ik heb ook jaren in de raad gezeten voor het CDA. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. Ja, dat maatschappelijke betrokkenheid, dat vind ik gewoon zelf ook heel belangrijk. Je kunt wel eens kritiek hebben. Maar dan moet je zelf wat proberen in ieder geval, invulling aan te geven. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Ik moet achteraf zeggen, misschien ben ik wel. Het gezin heeft er misschien wel eens wat onder moeten lijden. Of die heeft er onder. Dat kan bijna niet anders. En dat waardeer ik ook heel erg in mijn vrouw en kinderen, want ze stonden best achter. Maar er zijn er best wel momenten geweest van. Dan gaat hij weer of moet hij weer. Dat was horen, zien en zwijgen. En af en toe knapzuchten, zei ik dan wel eens. Want dat hoort er dan ook bij. En nou ja, goed, dat waardeer ik ook heel erg in mijn vrouw en kinderen, moet ik zeggen. Je bent gepensioneerd. Hoe vul je nu je dagen? Ja, dat doe je onder andere. Ik ben bestuurslid van de PCOB, de Protestant Christelijke Ouderenbond. En voorzitter van de begrafenisvereniging. Ook nog. Ja, en ik ben heel actief lid van het Christelijk Mannenkoor, Noordwest-Veluwe. Daar geniet ik enorm van. Ja, dat is hartstikke mooi werk. Ja, ik krijg ook taaltje dekje. Je komt ook bij mensen, oudere mensen, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. En dan zie je ook hoe belangrijk dat is. Evert, hoe is het nou voor jou om hier te staan in je lege stal zonder koeien? Ja, het is nostalgie eigenlijk nu een beetje hier, hè? Ja. Nou, aan het begin dan moet je er wel even wennen, hè. Toen de vrouw de laatste koeien eruit ging, dan hij toch. Denk je, het is gebeurd en dat doet je toch best wel wat. Ja. Het is wel overwogen besluit geweest en op dat moment kon ik fysiek dus. Eigenlijk heel slecht. Ik was behoorlijk afhankelijk van anderen. Ik heb toen een poosje bedrijfshulp moeten nemen, omdat ik het zelf niet meer kon. En dat maakt het afscheid, om maar zo te zeggen, wat makkelijker dan wanneer je volop gezond bent en het nog fysiek aan zou kunnen. En dat heeft het wel iets vergemakkelijk. Ja. Waarom moest je stoppen? Nou, ik kreeg acute reuma. Ja. En ik kon zelfs de melk stellen, en dan stond je in de put natuurlijk. Die kon ik er bijna niet meer onder krijgen. Dat was hartstikke zeer. Dat lukte niet meer. Nee. Je bent je leven lang boer geweest, maatschappelijk betrokken, in allerlei organisaties had je. Hoe kon je dat allemaal bolwerken? Want de dag is maar 24 uur. Ja, soms was het net krap zat, die 24 uur. Maar dan groei je in. Dan groei je en dan leer je mee omgaan. En achteraf dan merk je dat je misschien wel eens een beetje roofbouw gepleegd hebt op jezelf.
Maar dat merk je pas later. Is dat ook een typische karaktereigenschap van een blokhuis, dat ze het goed kunnen time managen? Ja, ik denk dat ze dat aardig goed afgaat, ja. Ja, denk het wel. Tenminste, dat lukte me redelijk. En ik moet er eerlijk bij zeggen, ik heb ontzettend veel steun gehad van mevrouw. Want ja, die telefoon die is hier wat gegaan en je was wat weg. Eigenlijk waren we toch wel een familie die elkaar er doorheen trok als nodig was. Ja. Hebben de boeren nou ook een bepaald taalgebruik hier in Nijkerk? Ja, onder elkaar dan plaat je gewoon dialect. Nijkerks. Niekerks, sorry. Ja, dan kun je ik kan net zo plaat proot als een dubbeltje als ik dat wil. Ja, makkelijk. Je zegt, ga smiddags eten. En zei, ga even muis eten. En als je dat eerst vertelt of zegt tegen mensen die je daar nog nooit van gehoord hebben. En muis eten, je gaat toch geen muis eten? Ja, dat noemen wij het middag eten. Ja, dat hij ook bijvoorbeeld met vee, als ik bij elkaar ben, dan zeg ik, joh, hoe is het? Hij is nou een beetje kalm getrokken van de winter. Hij heeft veel bulletjes, die brengen het vaak het meest op. Maar je moet ook weer vaaskalfjes zijn natuurlijk, of veerskalfjes hebben je dan. En als je houdt met de pinken, dat zijn 1 tot 2-jarige koeien. In de moestuin, dan stoot de hoofd er nog een beetje bij. Ja, dat is de moestuin. Daar staat de moestuin er een beetje goed bij of zo. Door de eeuwen heen zijn de blokhuizen hebben het goed gedaan, zijn welgestelde mensen. Zijn ze daardoor ook op een gegeven moment arrogant geworden of lopen ze naast de schoenen? Nou, dat is het laatste wat ik zou willen in ieder geval. En van huis uit is ons dat wel heel erg meegegeven, met name door mijn vader in ieder geval. Die had nergens meer hekel aan mensen die zich groter voordeden als dat ze waren. Dat is natuurlijk al sowieso niet goed. Maar zich er ook al voor lieten staan dat ze... Nee. Het zijn geen trotse mensen, de blokhuizen. Ik denk dat ze wel trots hebben. Ze hebben wel een soort familietrots, maar dat is wat anders. Familieer, ik weet niet hoe je dat uitdrukken moet. Je hebt trotse mensen en wijze mensen en wijze mensen. En dat is verschillend natuurlijk, hè. Wat is nou typerend voor de blokhuizen wat betreft de naamgeving? Nou, op zich dat vaak de stamhouder genoemd werd naar de grootvader, hè? De oudste zoon die geboren werd, die werd genoemd naar de grootvader. En mijn vader heeft die lijn doorbroken, dus... Hij was namelijk vrij oud toen hij ging trouwen, in 47. En toen hij 48 jaar werd, toen kreeg hij een zoon. En hij zei, die noem ik Evert, want anders dan maak ik niet mee dat er bij mijn leven nog iemand naar me vernoemd wordt. Maar ik heb er dus voor gezorgd dat dat wel zo was. Want toen hij overleden is, toen geloof ik dat er 5 kleinkinderen waren. 3 van mij en 2 van mijn zus. En er zat dus ook weer een Evert bij. Maar nu, de traditie zet zich dan in zoverre voort. Dat ik ben de tweede Evert, mijn zoon de derde, mijn kleinzoon de vierde. Dus nu zijn er al 4 Evert op rij. En dat heeft te maken met het feit dat mijn vader die traditie doorbroken heeft. Zou je ooit van deze plek willen verhuizen, Evert? Nou ja, niet eerder dan nodig is. Dus ik bedoel, ik hoop je nog heel veel jaar te kunnen blijven wonen, ja. En niet eerder weg dan, nou ja, wanneer het misschien niet meer kan, dan lichamelijke redenen of wat dan ook, ja. Wat heb je met deze plek? Ja, ik ben toch wel aan gehecht. Ja, ik ben eraan gehecht, klaar.